gaan naar Nice. Hallo. We gaan weer bezig met het huis daar. Zo, ongezellig hier. We lijken wel twee... Of we in een ander land zijn. We waren hier een maand geleden en toen hadden we een zonnetje. We zaten te lunchen in de zon, weet je nog? Ja, nu niet, helaas. Nu niet, nee. Waar zijn we dan? Dit hek recht maakt of vind je het mooier met boogjes? Dit hek. Ik vind recht mooier. We zijn nu in het huis en het is al, zit al in de afwerkingsfase. We zitten nu in het souterrain en dit was ooit allemaal heel laag en lelijk en nu is het al, kan je al zien hoe het wordt. Dit is beneden, kinderkamer. Net gelegd gisteren. Gisteren konden we hier niet lopen. Dit is het raam. De wastafels. Lekker hè? Oh, fijn. Hè? Oh, je hoofd staat in nieuw. Ben je aan het genieten? Ik ben aan het genieten. Even tussen de bedrijven door. Wordt hier lekker gegeten en gedronken? Zo, lekker gegeten voor een hoofd. En, nou, ik zit ook vol, maar nu moeten we toch nog eventjes aan de bak. Gezellig waar hier zitten. Good morning. Lekker ontbijtje. Het is niet allemaal goud dat er blinkt, hè? Maar we zijn best tevreden in ons lieve schattige kuisje. Ja. Goedemorgen. Good morning. Daar gaan we weer op weg naar Michel. En we gaan vandaag kijken naar steentjes op muur. Dat leek ons heel leuk om één muur heel erg leuk te beplakken. Het is zo lekker nat geregend. We hebben de bedden uitgezocht. En we zijn nu in Mougins, een heel mooi golfgebied. Toevallig was ik hier ook afgelopen zomer. En we gaan lekker even met Michel de aannemen en mijn zus een hapje doen. Hey Lippy! Als jullie afvragen wat ik aan het doen ben, ik ben aan het vloggen. En Lippy is echt een superleuke vrouw uit Zweden en praat heel goed Nederlands, want is met een Nederlandse man getrouwd. En mijn zus en ik zijn uitgenodigd en we zijn hier super lekker aan het eten en heel gezellig aan het borrelen. En ze heeft zo'n mooi huis. Wat? Ja, hadden we eigenlijk even moeten laten zien. Nou ja. Wat zeg je? 1500 broodjes verbrand heeft. Je was te druk met kletsen. Oh, dit is lekker. Gemaakt door Lippy. Het is echt zo lachen om mijn zus, jongen. De Zwolse uitspraak en Patrick, mijn compagnon, die moet altijd zo vreselijk om mij lachen als ik weer donder zeg of voor de bril. Of Mirjam, die doet het echt nog in kwadraat, doet het echt nog veel erger. Dus ik word heel goed uitgelachen. Je wil merken dat we hier met een Zwolse deer te maken hebben. Ja, de raptoren, dan hoor je dat zo nog even terug dan, hè? Oh, oh, moeten we eens lachen, hoor. Heerlijk. Hij ligt lekker, joh. Oh, zo'n fijn bedje. Heerlijk. Ga dit wel nemen. Even in de arena. Mag op de bed. Waar we dit bed hebben gezien. Is mag leuk, hè? Op de bed. Waarschijnlijk in Frankrijk, schat. Is dat van Frankrijk? Ja. De iggies die slopen echt de hele boel. Kleine rebelletjes zijn het, of niet? Nou, echt. Ja, hallo. Hallo. Nou, het is best wel een pittig klusje, zus. Nou, ingewikkeld of niet? Wat zijn we allemaal aan het doen? Nou ja, we beslissen welk lampje, welke kleur, welk bed, welke kleur in elke kamer moet. Dus elke per kamer schrijven dus op wat er nodig is. En dan Wat het kost. Budget. En dan kijken we ook wel naar kleuren. Ja. Alles maken we al. En, we kijken ook naar goedkope en dure varianten. Ja. Dus we kijken eigenlijk alle sites. Mocht Igor helemaal achterover slaan. Mijn zus is gestrest. Beslissingen nemen is zo lastig. Hier gaan storten! Kijk, de zusjes in huis. De kleine monsters. Ik ben net zo'n glamour poes in een
Zo'n ruige busje. Wij gaan vandaag shoppen voor het huis in Frankrijk. We hebben alle grote dingen online besteld. En we gaan vandaag alle accessoires doen. En mijn zus is er weer. Hallo. Ze is de chauffeur vandaag. Jeanette bent ingetuned. Wij zijn bezig met inrichting van een huis in Frankrijk. Dat is ons vakantiehuis, wat we ook gaan verhuren. En ja, daar zijn we best wel druk mee de afgelopen tijd. Zenos? Check. Die zit erop. En nu gaan we naar de... Zeisjes. Nee, naar de Karwei. Oh nee, we gaan eerst naar de Lienbakker volgens het schema. Oh ja. Net weer levering. Werd ik gebeld van, oh, er moet nog betaald worden. Ik dacht, huh? Ik dacht dat ik dat al gedaan had. Ik als een gek weer naar huis. Nou, hup, betaald. En nu ga ik weer terug. Zo'n geweldige winkel. Dit is de Karwei. Helaas ons laatste adresje, want eigenlijk hadden we het eerst om te hebben. Het zijn alleen maar gave dingen. Nou, hier zitten we dan, Jut en Jul. In helemaal vol... Kijk eens even wat we mee hebben. Pak daarachter. We zijn helemaal vol. Dus we moeten eerst naar huis om het leeg te halen. Dat is wel jammer, want we hebben nog maar een uur. En dan gaat de oppas weg. Dus ja. We moeten even bedelen of ze nog even iets langer kan blijven. Moema voldaan. Ja, maar toch niet alles kunnen doen nog. Nee. Het is echt alles op voorraad, jammer. Zoveel. We waren heel goed georganiseerd. Ja. De garage zit nog vol. Ja. Maar we moeten nog even een rondje online. We zijn in Loods 5 in Amersfoort. En die kleine mannetjes, die liggen gewoon weer te snurken. Jongens, wakker worden. Is die lekker? Ligt die lekker? Kijk, zo lief ze zijn. Trouwens de tafel die ik ga nemen. Zie je, kan je allemaal loskopen en daar koop je dan het onderstel. Schrik van ons eigen uiterlijk. Zitten we weer hoor. Shit. Achter de computer. We zitten al van vanochtend dingen te bestellen voor Frankrijk. We kunnen de ogen bijna niet openhouden. Nee, maar het moet af. Donderdag komt het transport en er moet alles mee. Ja, nog